Uh, wij waren gisteren uh, met het hele team, Anouk, maar zeggen, uh, gaan bowlen. We hadden eigenlijk een vrije dag, tussen alle hectiek door. En, uh, we hadden een soort kleine bowlingcompetitie uitgeschreven, een beker laten maken. En, uh, ja, we waren een half uur bezig en Anouk maakte een enorme rotsmak. glijdt uit, valt uh, uh, op haar rug. Ze uh, uh, ja, had heel erg pijn, kon niet meer staan, uh, kon niks meer doen. Uh, toen zijn we heel snel naar uh, fysiotherapeut gegaan. Nou, uh, een uh, spier had uh, uh, gekneusd en ook uh, uh, onderrug. En uh, we waren heel bang, eerst in eerste instantie, dat misschien gescheurd was of uh, ja, zoiets. Dus dat was gelukkig niet het geval. Nadeel was wel dat ze vanaf dat moment uh, gewoon uh, plat moest liggen, benen omhoog en, uh, en rusten. En nou, fysiotherapeut is vandaag weer geweest. Die heeft echt uh, verzekerd, komt morgenochtend weer, dat, uh, uh, dat zij morgen oké okay is. Dat ze in ieder geval kan lopen ze zal niet kunnen hollen, ze mag niet uh, sporten, uh, maar in ieder geval doen wat er uh, uh, moet gebeuren op het podium. Het is natuurlijk heel erg balen. We waren gisteren heel erg geschrokken en ze heeft heel erg pijn, dus dat is sowieso kloten. Ze heeft hem wel pijnstillers, maar dat is ook uh, ja, dat, dat haalt niet alles weg en het is gewoon ook niet echt leuk om nu uh, een paar dagen lang in een hotelkamer opgesloten te zitten. Vanavond is de grote openingsceremonie met allerlei spectaculaire dingen dat moeten we ook allemaal missen. Dus ja, het is even uh, Kloten. Maar ja, alles. Uiteindelijk gaat het om de prestaties die, die we dinsdag leveren. Dus uh, het is wat het is. Uh, ja, een bowling klinkt niet meteen heel erg rock'n'roll. Um, en uh, ik hoop dat. Uh, nou, tenminste, iemand van de trost zei uh, dat dit dan. Uh, die zei we hadden nog wel een reddetje verwacht en uh, dan is dit dat. En ik hoop dat. Uh, dat we nog iets. Uh, uh, beter uit de verf komen dan dit. Maar het is uh, gewoon kloten. En uh, uh, uiteindelijk is de blessure heel heftig. En ik had het in ieder geval niet verwacht van iemand die uh, zo heftig uh, traint en kan boksen. En dan, dan, daarom was het ook een beetje zo van weird. van Oké, okay, dat kan niet waar zijn. Weet je, als ik zie wat zij allemaal uh, incasseert en uh, doet. Maar ja, het is even één verkeerde beweging en verkeerd neerkomen. En uh, ja, dat maakt toch het verschil. Nou, hopelijk heeft het geen invloed op de show van uh, uh, dinsdag. We hebben natuurlijk ook niet echt een hele heftige. Uh, show met choreografie. Uh, maar ze moet wel een flinke loop maken naar het podium toe. Ze staat op het uh, verste podium. En uh, ja, het is wel belangrijk dat ze dat niet strompelend uh, doet. Uh, nou, ze heeft niet gewonnen met Bolen. Ze zat ook niet bij de laatste uh, vijf. Maar dat kwam ook omdat ze uh, uh, eerder dan de rest uh, uh, stopte.